Tijdens mijn studie was ik een band begonnen met een vriend van mij. En we hebben meegedaan aan een concours. NOS Meervaart Jazz Concours. Nou, toen we dat wonnen, toen... Ja, 6 maanden daarna speelde ik 200 keer per jaar in die muziek. En dat was natuurlijk de hortop. Met de auto door het land en daarna kwam Europa erbij. En we speelden heel veel in Duitsland en dat is natuurlijk gewoon feest. Dus het was ook een soort rock'n'roll eigenlijk. En daar hoorde die drank natuurlijk bij. En alles erop en eraan. En dat gaat eigenlijk prima, totdat het op een gegeven moment natuurlijk een gewoonte wordt. En dan, dan begint het... Voordat je het weet ben je 10 jaar verder. En dan hoort het er gewoon, is het vaste prik en hoort het erbij. En dan, voordat je het weet, ben je weer 10 jaar verder. En dan heb je een probleem. Ik heb een hoop cd's gemaakt, maar er zijn wel periodes in mijn carrière... dat als ik die cd's hoor, dan denk ik, jezus, wat een narigheid. En het is natuurlijk heel moeilijk, hè. Al mijn helden, dat waren natuurlijk gewoon drugsgebruikers. Ik kan er niet één opnoemen die dat niet is. Ik heb nooit ingezien dat dat spelen met vuur is. Ik ging niet, natuurlijk niet gebruiken omdat hun ook gebruikten, zo was het niet. Maar het was natuurlijk wel een prima weerwoord voor je alter ego de mond snoeren. Maar goed, dus al die dingetjes die ik registreer, hè? Dus je eigen fysieke teloorgang, je zeg maar je disconnectie met je passie eigenlijk. Dat is toch gewoon iets ernstigs. Ik bedoel, je bent natuurlijk ook alleen maar gericht op jezelf. Dus al je relaties die werken niet. Ik heb geloof ik 7 keer samengewoond in die periode. Ja, ik bedoel, ik begrijp ook wel waarom dat fout gaat. En dan zie je je carrière, zie je zo versloppen. Je wordt lichamelijk, word je natuurlijk gewoon, ben je ook niet top. En dat voel je als geen ander door dat instrument. Dat instrument is natuurlijk gewoon een enorme graadmeter. Dus ik maakte de pleitrik door in de ziektewet te gaan. En dat was eigenlijk, heeft een half jaar geduurd. En dat was zeg maar het hoogtepunt van mijn drankgebruik, die laatste 6 maanden. En toen werd ik wakker en toen was mijn vriendin, die was al dagen weg, die had ik, ik wist niet eens dat ze weg was. Ik had een mega kater, want die katers die worden zo verschrikkelijk heftig. Momenten dat je eigenlijk misschien wel denkt dat je doodgaat. Ik was vaak zo dronken dat ik gewoon 's nachts gewoon wakker schrok, omdat ik gewoon vergat te ademen. Dat ik in een voorstadium zat van een coma, weet je wel, een drankcoma. Dat je gewoon zo intoxicated bent, zo onder invloed, dat je autonome zenuwstelsel er gewoon mee ophoudt. En dat ik ook niet meer durf te slapen, dat ik echt denk, jezus, weet je wel. En na een paar dagen, dat is natuurlijk verschrikkelijk, je krijgt allemaal een soort hele... tremoren en zweetaanvallen en nou goed, je probeert het in ieder geval dan op eigen kracht te doen. Ik zat naar tv te kijken toen, was er een programma van een Nederlandse cabaretier en die vertelde dat verhaal dat hij naar een kliniek is gegaan. Nou, daar ben ik naartoe gegaan en hij is in de detox en ik heb die kliniek, daar heb ik hele goede ervaringen en herinneringen aan en ik ging er ook anders naartoe. Ik dacht van, nou kijk, ik moet het eigenlijk net zo doen zoals ik die muziek heb leren spelen. Kijk, al dat gedoe hetzelf en altijd tegen jezelf zeggen van, joh, weet je wel, ik ben een speciaal geval en ik ga het lekker zo doen. En, ik heb muziek eigenlijk leren spelen en ik sta op het niveau waar ik sta door gewoon heel simpel te kijken naar iemand die het heel goed kan. Zo simpel is het. Het is natuurlijk niet zo simpel, maar de opdracht is vrij simpel. En dan voor de rest stel je geen vragen, geen maar, en je doet geen concessies ten aanzien van, geen compromis, geen dubbele agenda's, geen van nou misschien later open deurtjes en dit. Nee, ik ga het gewoon zo doen en ik hou mijn mond en ik doe precies zoals, dat had ik me voorgenomen. Zoals ik het eigenlijk de muziek ook geleerd heb. Ik ga gewoon niet moeilijk doen, ik doe gewoon, ik luister gewoon naar de meester, zeg maar. Ik vond eigenlijk gewoon prettig dat ik eigenlijk een soort reset kreeg in mijn normale gedrag.
Dat gedrag dat werd, was natuurlijk gewoon gedeformeerd. De hele dag ging het alleen maar om mij. Ik moest dat spul hebben, of ik moest bijkomen, of ik was bezig. Dus je hebt een correctie nodig. Dus je bent eigenlijk gedeformeerd. En dat vond ik eigenlijk, dat zeggen ze dus niet. Maar dat, zo heb ik het ervaren. Dat ik daar op een gegeven moment zat en ik denk van ja. Weet je wel, het wordt toch weer een beetje in normale proporties. In de juiste verhoudingen. En dat ging eigenlijk spelenderwijs. Het is wel elke dag aanwezig. Want het is natuurlijk een chronisch ding, hè. Ik bedoel, je moet je echt hoeden voor de schijnbare stabiliteit. Dat is een ding waar je bewust van moet zijn. Dus ik ben niet een argeloos, laat ik het zo zeggen. Ik geef al jarenlang les, weet je wel. Sommige mensen moeten dat natuurlijk wel willen. Mijn collega's vinden dat op zich prima. Die vinden het eigenlijk helemaal leuk, want je bent gewoon een betere doel. Maar je komt wel eens mensen tegen je bent natuurlijk toch ex-junk. Ja, en ik ben er ook heel open over. Dat vind ik ook een ding. Dat hoort er gewoon bij. Dus je wordt aan alle kanten, is het nog altijd om je heen. En ik vind het prima. Het is gewoon een transitie, of hoe noem je dat? Ik zit gewoon in een andere fase. Alleen ik ben helemaal 100% erbij. Het mooiste wat er is. Maar dus op een hele natuurlijke manier zoek ik mensen die bij me passen. Ik zoek situaties die bij me passen. Als ik op het terrasje ga zitten in de zomer, ja, dan heb ik ook niks te zoeken. Dat vind ik wel lekker. Dan drink ik een bakje koffie en dan ben ik binnen een kwartier klaar. En dan ga ik wat doen. Dus ik ben enorm productief. Want ik verlies gewoon geen tijd eigenlijk. En dat is eigenlijk precies wat ik zocht. Omdat ik gewoon haast heb. Ik heb natuurlijk 10 jaar lang op pauze gestaan. Ik vind het wel welletjes.